De terugbetaling van de ouderbijdrage van 120 SRD voor het schooljaar 2017-2018 ging vanmorgen alles behalve soepel. Ouders konden tussen 8 uur 's morgens en 4 uur 's middags het geld terughalen op het terrein van de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap COB. De Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname FIBOS heeft 3 dagen uitgetrokken voor de terugbetaling. Het was vanmorgen echter zo druk dat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Deze situatie is Gloria Power, directeur van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, blij dat de ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om hun geld terug te halen. Sowieso ben ik erg blij dat we dit moment eindelijk hebben. Dat we een belofte aan de ouders kunnen waarmaken. En dat we zien dat de mensen echt in grote getalen zijn opgekomen om het geld terug te halen. Ik heb voor de ouders de boodschap, kom hier. Ik snap dat het heel vervelend is, omdat het heel vermoeiend is, want het is warm en ze staan in een vrij lange rij. We proberen het zo gestructureerd mogelijk te doen. Dat gaat u straks waarschijnlijk ook zien in de beelden. We proberen het zo zorgvuldig mogelijk te doen. En ik ben blij dat ze toch komen. Gloria Power, zij is directeur van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs. Er is vanmorgen een aanvang gemaakt met de terugbetaling van de gestorte ouderbijdrage van 120 SRD voor het schooljaar 2017-2018.